Hallo mensen, en als eerste, welkom bij deze 100 video special van Kilian D. Flims Gaming. Door al die jaren heen dat ik op YouTube zit, dat zijn er ongeveer 4,5, heb ik zeer veel intro's gemaakt en gebruikt. Sommige daarvan heb ik nooit gebruikt, omdat ze misschien wel te dicht waren bij een andere intro die ik al eens gemaakt had niet lang daarvoor. Of ik plande al om een nieuwe intro te maken. Of ik vond ze gewoon niet goed genoeg. Ook deze intro's zal je in deze video te zien krijgen. In deze video krijg je dus wel degelijk footage te zien die nooit op YouTube is geraakt. Nu, in deze video zal ik al mijn intro's even op een lijstje willen zetten. Dus, alle intro's die ik ooit gemaakt heb, zullen in deze video als een soort compilatie verschijnen, als special voor mijn 100ste video op Kilian D. Flims Gaming. En ook zal ik er telkens bij zetten, eventueel als ik nog weet welk muziekje eronder staat. Welk programma ik gebruikt heb om het te maken. En natuurlijk de hoeveelste intro het is. En ook zal ik proberen om de kwaliteit ervan zoveel mogelijk te restaureren, maar ik kan niks beloven. Ook als ik iets te zeggen heb over de intro, zal ik er iets over zeggen. Ik zal er dus een beetje mijn mening over geven, hoe goed ik de intro vond, hoe moeilijk het was om het te maken. Enzovoort, misschien wat nostalgische feiten erover. En als laatste, ik hoop dat jullie evenveel plezier zullen hebben met deze video te kijken als dat ik heb met de video te maken. Want het is eigenlijk best wel fun om al die oude video's en intro's weer terug te zien. En ja, hier gaan we. Deze intro werd in november 2009 gemaakt met Windows Movie Maker, de Vista versie. Met andere woorden, dus Windows Movie Maker die met Windows Vista meegeleverd werd. Dit is eigenlijk mijn eerste intro. Maar mijn eerste intro was een intro die ik iedere keer weer opnieuw maakte. Dus deze intro was geen apart videobestand zoals ik het nu doe. Deze intro moest ik iedere keer weer opnieuw maken. Ik was er simpelweg nog niet bij gekomen om het als een apart videobestand te doen. Daardoor was deze intro iedere keer weer een klein beetje anders. Waardoor er eigenlijk heel veel versies van deze intro zijn. Deze intro is, naarmate de maanden passeren, veel beter geworden. Maar ik zou zeggen dat dit een van de eerste deftige versies was van die intro. Op zich zeker geen slechte muziek die eronder staat, maar de tekst was nauwelijks leesbaar en daar heb ik altijd spijt van gehad. Maar op zich niet slecht gedaan voor een eerste intro, vind ik. Zeker voor iemand die toentertijd geen hulp had van niemand en die dus alles zelf heeft moeten uitzoeken. Deze intro is opnieuw een versie van mijn eerste intro, maar het is op dit punt in deze intro-tijdperiode is deze intro zodanig veel veranderd en zodanig veel verbeterd van de eerste versie, dat ik dit beschouw als een tweede intro. Dit is dus opnieuw gemaakt met de Windows Vista versie van Windows Movie Maker. De muziek op de achtergrond is Clint Mansell. Requiem for a Dream. Ik kan het nauwelijks uitspreken. En er is heel veel verwarring rond hoe dit nummer noemt. Want er zijn verschrikkelijk veel versies van. En ook piraterij rond dit nummer is vrij uitgebreid. Dus het is niet 100% zeker dat dit de naam is. Maar ik denk wel dat dit de naam is. Zeer goede intro. Maar dat is eigenlijk puur voor de muziek. Want alles met deze muziek eronder is automatisch epic. Dit is de eerste intro die ik gemaakt heb met Corel Video Studio Pro X3. En eigenlijk met Corel Video Studio in het algemeen. Zoals je aan deze intro zal zien, is deze intro dus een heel stuk beter, qua kwaliteit en zo, dan wat ik in Windows Movie Maker ooit gedaan had. De reden waarom ik verwisselde van editor was omdat ik het gevoel had dat Windows Movie Maker mij aan het limiteren was. Dat voelde ik al in de vorige intro. De vorige intro heb ik heel veel trucjes moeten doen om die intro te kunnen creëren. Iets wat in Corel Video Studio niet gehoeven had.
Ik voelde dus dat mijn editormijn aan het terughouden was en daarom besloot ik Corel Video Studio X3 te gebruiken. Ik heb ook een tijdje Cyberlink PowerDirector versie 10 gebruikt, maar ik heb dat niet lang gebruikt omdat de effecten ervan minder goed pasten bij wat ik wou doen. Deze intro werd gemaakt ergens in april, oftewel maart 2010. Zoals ik al zei, deze intro is nooit gebruikt en het muziekje is DJ Wacko Brain Damage. De reden waarom ik deze intro nooit gebruikt heb, is omdat ik hem repetitief en langdradig vond. Dit is mijn vierde intro, en opnieuw een intro die ik nooit gebruikt heb. Deze intro was ook gemaakt met Corel Video Studio Pro X3 en rond dezelfde periode gemaakt. De reden waarom ik deze intro nooit gebruikt heb, wel herinner ik mij niet precies meer, maar ik dacht dat ik verschillende intro's toenertijd gemaakt heb, waaronder de vorige en deze en dan degene die jullie straks gaan zien. En ik heb mensen op een forum laten voten. En blijkbaar werd er op deze intro gewoon minder gevoten dan op de andere intro die uiteindelijk gewonnen heeft. Zelf vind ik deze intro achteraf gezien toch nog niet zo slecht. De geluidseffecten in de intro die werden automatisch gegenereerd door Corel Video Studio Pro X3, dacht ik. Dit is dus mijn vijfde intro. Opnieuw gemaakt met dezelfde editor en dezelfde periode. Maar dit is dus de intro die gewonnen heeft. Het grote verschil met de vorige intro's is dus dat deze intro zeer veel gebruikt is geweest. Persoonlijk vind ik niet zoveel speciaal aan deze intro, behalve dan dat de stijl redelijk wat anders is als alle intro's die ik daarvoor gebruikt had. Het muziekje op de achtergrond is een standaard muziekje dat met Corel Video Studio wordt meegeleverd. Dit is mijn zesde intro, gemaakt in mei 2010. Zoals je ziet heb ik rond deze tijd nogal redelijk veel intro's gemaakt. Dat is ook de reden dat ik deze intro ook nooit gebruikt heb, is omdat het te kort was na de vorige. Maar het is wel een hele grote verbetering van de vorige. Deze intro heeft andere effecten, een langer muziekje en een andere soort van tekst. Dit is mijn zevende intro, en ook de laatste die ik met Corel Video Studio X3 gebruikt heb. Op het einde heb ik, als ik me niet vergis, zelfs al een beetje X4 gebruikt. Hij is gemaakt in juli 2010, en het muziekje op de achtergrond is DJ Kicken vs Sonic Solutions Nasty Creep Extended Remix. Dit is waarschijnlijk een van mijn favoriete intro's, onder andere omdat, wel, ik hield van het muziekje dat eronder stond. En, twee, omdat een heel groot deel van deze intro wel zelf gemaakt was eigenlijk. De achtergrond waar alles op afspeelde was een bewerkte foto van mij. Het muziekje was geknipt en geplakt tot en met. Ja, gewoon een super intro vind ik. Dit is mijn achtste intro. Over het algemeen niet slecht, maar niet echt origineel. Het eerste deel van deze intro is namelijk een exacte kopie van de multiplayer beta trailer van het spel Blur. Het muziekje op het tweede deel van de intro is The Crystal Method Smile. Dat is ook een soundtrack van het spel Blur. Het is gemaakt met Corel Video Studio X4 in maart 2011. Zo, hier ben ik met mijn negen intro. Deze intro was gemaakt omdat
de intro van de rest niet echt relevant was voor mijn RuneScape kanaal, omdat er blur gameplay onder stond. Vond ik van, ik moet iets maken met RuneScape op de achtergrond. Dus zo is deze intro geboren. Eerst gemaakt met Coral Video Studio X4 in april 2011. En de muziek is The Quimicist's Feat, So Devil in Love, SWAG. Dit is mijn 10e intro en dit is de lanceerintro van DA Films Minecraft. Toentertijd was ik zeer trots op deze intro, vanwege de goed gelukte effecten vond ik zelf. Dus vooral op technisch vlak was ik heel tevreden met deze intro die op juni 2011 is gemaakt met Coral Video Studio X4. Maar ik zal het zo zeggen, het is niet zo goed verjaard. Dit is mijn 11e intro, weer gemaakt met Coral Video Studio X4, in juli 2011, als eerste intro voor Autisme Blog. Het lettertype is nogal saai en dus ook een beetje de intro, vind ik persoonlijk. Autisme Blog. Abnormale mensen bestaan niet. Oké, dit is dus mijn 10e intro. Deze is gemaakt met Coral Motion Studio 3D. Even voor duidelijkheid, als je Coral Motion Studio 3D op het scherm ziet staan, dan wil dat ook wel zeggen dat de muziek met Coral Video Studio later is opgezet, want met Coral Motion Studio gaat dat nogal moeilijk. Deze intro is gemaakt in september 2011 en was de eerste intro die ik gemaakt heb met Coral Motion Studio 3D. De muziek is Silver Lay All Your Love On Me, What Remix. En wel wat ik ervan vind, er valt niet echt veel van te vinden. Het is best goed voor een eerste intro in 3D, maar het is niks speciaal. Dit is dus mijn 13e intro met Coral Motion Studio 3D. Dit is dus mijn tweede intro met die editor, gemaakt op oktober 2011. Mijn plan was dus eigenlijk om op al mijn kanalen toentertijd een 3D intro te hebben. De muziek op de achtergrond is Suicide Commando Death Cures All Pain Cited Remix. En die heb ik eigenlijk zelf een klein beetje vertraagd. En dat vond ik wel een cool effect geven. En heb dus besloten om het op de intro te brengen. Zeker de flits op het einde van de intro vind ik zeer goed gelukt. Mijn 14e intro, opnieuw met Coral Motion Studio 3D. Als ik me niet vergis is iedere intro die erna komt gemaakt met dat programma, dus in het vervolg zal ik dat niet meer melden. September tot oktober 2011, ergens in die timespan, met de gewone versie van het nummer nu. Nooit gebruikt, de reden waarom is omdat ik het niet zoveel beter vond als het vorige, en dat was er ook te kort tegen. Dan, naar de 15e intro en opnieuw een intro die ik nooit gebruikt heb. Dit is de intro voor MKJ Minecraft Films. Nu, ik weet wat jullie nu denken, what the fuck is MKJ Minecraft Films? Ikke, Jason en Milan, dus ik en twee vrienden van mij, wouden een soort van Minecraft kanaal samen starten. Een beetje gelijk Thomas en ik doen op DA Films Minecraft, maar dan als een apart kanaal. Maar aangezien dat kanaal nooit van de grond gekomen is, wij zijn daar nooit echt aan begonnen, is deze intro ook nooit naar buiten gekomen. Maar wel een zeer awesome intro. Hallo mensen, even een mededeling tussenin. Ik weet dat dit voor jullie waarschijnlijk raar overkomt, maar dit is een andere sessie van het editen van deze video. Op dit punt heb ik dus beslist om te stoppen met de video's echt op te zoeken qua datum en het gewoon op de volgens mij gedachten te doen van wat ik denk dat er eerst kwam. Dat betekent ook dat sommige dingen niet helemaal correct zullen zijn. En de reden waarom ik dit doe
Het is gewoon te veel werk om dat allemaal op te zoeken. Of zelfs onmogelijk om het precies op te zoeken wanneer deze intro's gecreëerd zijn. Aanzien ik heb meerdere computers gehad ondertussen. Ze zijn al verschillende keren gekopieerd en verwijderd geweest. Sommigen hebben nooit een eigen YouTube-video gehad. En mijn internet sukt ook. Dus het is echt niet meer doenbaar om al die intro's volgens datum te zetten. Ik zal mijn best doen. Maar ja. Dus nu gaan we dus verder met de video. Dan de 16e intro. Dit is een intro die ik gemaakt heb voor Commander Cody 66. Dus degene waarmee ik Minecraft Duo en zo gedaan heb. Gemaakt met Coral Video Studio. De clip in het begin is Star Wars Episode 3, Revenge of the Sith. In het begin van Order 66. Over het algemeen vind ik deze intro een beetje klunzig gedaan, maar allee, ja, het is nog niet zo slecht. Intro 17 met Coral Motion Studio. Gemaakt voor Commander Cody 66 weer. Muziekje, ik zou god niet meer weten welk muziekje het is, vrees ik. Ik weet dat het een jumpnummer is van rond 2006. Als iemand weet welk nummer het is, I happily invite you to tell me. Maar hier gaat hij. Achttien intro met Coral Motion Studio. Deze intro is voor Mr. Win Error. Dus dat is Jason, een vriend van mij. Voor de muziek moet je bij hem zijn, want ik heb die muziek namelijk niet meer, want het is niet mijn genre. Ja, zeer content mee geweest. Hij vroeg iets met vuur en hij was er zeer blij mee toen der tijd. Dus deze intro was wel goed gelukt, alleszins. Negentiende intro van Golden Milan. Dat is dus een vriend van mij, Milan, die een kanaal startte rond dezelfde periode als Mr. Win Error. Allebei zijn ze wel niet lang doorgegaan, maar dat doet er niet toe. Plezante intro, maar het muziekje is een beetje cheesy en het Windows logo op de achtergrond is een beetje vreemd. De eerste intro voor Klunterberde. Een gamingkanaal die ik samen met Thomas, oftewel Commander Cody 66, gedaan heb. Redelijke goede intro. Gemiddeld zou ik zeggen. Weer met een muziekje van rond 2006 Jump die ik mij niet meer herinner. De 21ste intro, deze was voor Autismeblog, de eerste in 3D. Het muziekje is een RuneScape soundtrack, dat heet Temple Desecrated. Zeer mooie intro geweest, als het niet zo haperde. De 22ste intro, met Coral Motion Studio 3D gemaakt. Ik heb deze nooit gebruikt, maar ik weet niet precies wanneer ik ze gemaakt heb. Maar het is ergens in dit gebied. Op zich wel een redelijk awesome intro. De reden waarom ik hem nooit gebruikt heb, wel, hij was niet zo goed. En ik vond het, ook qua kwaliteit en zo, vond ik het niet zo'n technisch hoogstandje dat ik er een nieuwe intro van wou maken. En dan komen we bij mijn huidige intro. De muziek is DJ Tonic Phony. Het is gemaakt met Coral Motion Studio 3D. Over het algemeen ben ik wel blij met deze huidige intro. Heeft zeer veel werk gekost. Beetje aliasing bij de lijnen, maar voor de rest vind ik dit wel een solide intro om in de toekomst mee door te gaan.
Zo, dat was de volledige intro's compilatie als eerste. En ik ben zeer blij dat ik 100 views bereikt heb. Ik vind het persoonlijk niet zo speciaal. Maar het is natuurlijk wel een special waard geweest. Ik hoop dat je deze special een beetje plezant vond, want het is... Het heeft wel redelijk lang geduurd om te maken in vergelijking met wat het is geworden, maar ik hoop dat je er blij mee bent. Vooral het opzoeken en zo is veel werk geweest. Sorry als je gemerkt hebt dat na het einde toe minder moeite in zat. En dat heb ik gedaan simpelweg omdat het te lang duurt. Heel het kanaal is momenteel een beetje in het ondertand lopen. Ik zit met deze 100 video special. Met de Agility Guide die nog gedaan moet worden. Een grote aankondiging die je binnenkort nog moet doen. Mijn internet die niet meegaat. Ik zit met van alles en nog wat. Ik moet een nieuwe serie starten binnenkort. Mijn uploadschema moet veranderd worden. Het loopt allemaal een beetje in het honderd momenteel. En ik heb gewoon geen tijd voor al die datums en al op te zoeken. En ook de muziek heb ik gewoon geen tijd voor dat allemaal op te zoeken. Ik hoop dat het niet te veel te merken was. Maar alsnog tot volgende keer. En geef deze video zeker een like. En subscribe als je het leuk vond. Als je deze video leuk vond, denk er zeker eens over om te subscriben. Want ik apprecieer het echt. En ook eens om een ander kanaal te bezoeken, want ik maak nog veel meer dan dit.